Het idee de natuurbegraafplaats is eigenlijk geboren uit de wens dat mijn vrouw en ik en onze kinderen TZT hier zelf begraven willen worden op het landgoed. Omdat we er enorm mee verbonden zijn met het landgoed. Toen zijn we gaan praten met de gemeentes. En toen kwamen we tot het idee om dat ook voor anderen mogelijk te gaan maken. In het begin hebben we ons georiënteerd met name in Engeland. Daar zijn er al 250 natuurbegraafplaatsen. We zijn vanaf het begin af aan hebben we de dialoog gezocht met de omgeving, de buurtbewoners, de Milieufederatie. Maken van nieuwe natuur met de begraafplaats. Bieden mensen hier een plek tot... in de eerste instantie tot troost, rouwen. Het mooie van deze plek is dat mensen ook tot acceptatie komen met hun rouwproces. Ja, het is een synergie die je krijgt. De essentie van leven en dood komt hier heel erg tot uitdrukking.